Yo mensen van Pike misschien wel. Leuk, jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag eerste Dota sessies in 2019. Ook een van de eerste video's na open seizoen. Want ja, we hebben gewoon echt vrij weinig gevangen en het was zomer. Dus goede video's zijn eigenlijk niet gekomen. Toch? Ja. 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 En nou, nu wil je eigenlijk een Dota's video open dat we even dikke 90 meters vangen. En nou ja, tot zometeen. Nou, dobber schoot onder. Ik was bezig met mijn andere hengel klaarmaken en even kijken naar mijn andere dobber. Die was helemaal onder, dus eventjes wachten en aanslaan. Zo, onthaakt. Die is hem dan. De eerste. Leuk snoekje, niet heel groot, maar wel, wel mooi. Centimeter of 70. Nou, mooi ding. En we gaan hem terugzetten en op naar de volgende. Ja, zijn we terug. Ja, daar gaat het. Een hoge kant. Even reanimeren. Het vinnen weer gaan bewegen. En dan zal hij zo vandoor gaan. Ja, dat gaat. Gaat hij al. Nou, lekker. En op naar de volgende. Ja? Lekker. Oh. Wel leuk maatje, denk ik. Oh, niet heel groot. Zeg maar gerust klein. Ja. Lekker hoor. Lekker. Lekker hoor. We gaan hem even onderhaken. Dan komen we terug. Nou jongens, hij zit ja, op zich wel mooi gehaakt. Hij zit alleen onder en boven. Maar we onthaken hem eventjes. Zo, en hij is alweer los. Haakje aan de kant, dan kan er niks gebeuren. En dit is de snoep. Tweede van de dag. Tweede, ja. Even weer twee uurtjes later. Ja, het duurde best wel een tijdje, maar hij is er. Dus niet zo groot, hè. We zijn eigenlijk wel, we hadden het niet echt verwacht, want die vangen we altijd wel. Nou, altijd is natuurlijk een groot woord. Maar ja, 80ers en 90ers hebben we hier wel gevangen en zo. We gaan zo meteen nog naar een andere stack. Maar dit zijn de twee snoekjes die we hier hebben gevangen. Wel leuk, langs het kantje, mijn dobbel was in één keer weg. Maar ja, fotootje en ik heb terug. Ja, toppie. Ja.
klein snoekie. Ik was even aan het... Heb je een tang? Ja. Die zit niet in mijn tas. Nee. Ik was dus aan de overkant. Ik was even aan het verticale langs de kant. En ik voelde in één keer een stoot. En ik weet niet wat het was. En een tijdje later, in één keer bam, tegen een snoepje aan. Dat was best wel sterk. Even kijken. Zo. Dit is hem. Van het kanaal had ik hem. Tijdens de dode azen toch even leuk om iets anders te doen en dan toch te vangen. Maar hij kan weer zwemmen. Ja. Maar ik kreeg wel eens een beuk om me hengel. Ik was even naar het kanaal toe gelopen. Maar ik was net zoals Daan even aan de andere kant toe gelopen. En ging ik even... Ik even uitwerpen met setje langs de kant. Een beetje op en neer tikken en zo. En snoekbaasje. Dat is wel leuk. Een nieuw PR'tje. Een nieuw PR'tje. Mijn PR is 33 of zo. Dus, nou, laten we meteen even meten, denk ik. 33 naar. Naar de. 49. 49. Dus dat is wel even lekker. Zo, mooie vissen. Mooie vis. Visie, laten we daar bouwen. Ja. Maar ik vang niet heel vaak snoepbaars of zo, zeg maar gerust bijna nooit uit. Ja, echt gewoon nooit. Dus dit is wel even lekker voor ons. Nou, fotootje en... Dan is het Daans beurt om even daar naartoe te gaan. Even... We wisselen de hele tijd af. Dan gaan we even met het chatje naar het kanaal toe. Ja. Dit is de tweede vis in, wat zal het zijn? 15 minuten? Ja, 15 minuutjes. Ja. We maken een fotootje en dan zetten we hem weer gauw terug. Nou, we hebben foto's gemaakt en gaan we terug. Lekker hoor. Lekker. Komt die aanlopen hoor. Ja, we hebben er weer een. Nooo joh. Hij zit echt teer in die, zag ik. Ja? Maar hij is kleiner van mij. Sterk jongen. Ja? Ja, sterk gevoel door de slip. Tenminste, ik zag de set niet meer. Ik denk dat hij diep zit, hè? Ik weet het niet zeker. Ja, of net weg, denk ik. Die heeft hem goed gepakt, ja. Jongens. Op het crackshetje. Kijk of ik er met deze bij kan. Super diep. Oh, ja. Dat is het voordeel van enkele haken. Ja, dat is het voordeel van de dag. Niks. We hebben drie aanwezig gehad en drie gevangen. Ja. Dus ja, klein stukje. Hij kent mooi terug natuurlijk. Ja, daarom. En we.
En dan is het weer mijn beurt om even het kunstaas vissen. Gedaan hier mooi. Als het doorgaat, dan blijft het wel voor. Ja, best. Daar komt Arjen en Snoekbaasje. Snoekbaasje. Nieuw PR. Oh joh. Mijn PR was iets in de 20 centimeter. Dus deze mooie rakken. Mooie aanbeet. Ja, echt een kut aanbeet. Het was, voelde als een plastic zak. Toen begon het te bewegen. Even kijken. Ja, zo goed. Zo. Van 40, van, precies. Van 23 naar 40. Ja. Dat dikke P. Jongen. Even een klein fotootje en dan mag je weer terug. Best. Hij keert terug. Ja. Mooie beestjes altijd. Ja. Mooie tekeningen en zo. Stekels. Ja. Prachtig mooi. Gaat ie. Ja. Lekker hoor. Nou, een beuk op die engel. Ik denk snoekbaars of zo, maar klopt er gewoon even een baas op. Dat is wel mooi nog. Ik denk, schat een 35 of zo. Even meten. Even gelijk meten. Zo? Nou, toch 36. Oh, dat ik zijn... niet goed op. Ja, 36. Dat zijn prima baarzen. Prima. Zo. Toch een mooie baars ook. Stekeltje omhoog. Ja. Dit zijn mooie baars hoor. Dit zijn mooie baarzen. Nou ja. Ja. Leuk lachen. Ja, echt gewoon weer op de chat jongens. Echt, Beuk. Het is ook een beetje warm, dus de doodaas, ik weet niet. Dus dobbertjes liggen er stil bij. Oh, hier ja, ook. Maar het kunstaas doet het wel goed. Het kunstaas werkt prima op het kanaal. Oh, joh. Nou ja, fotootje. Jo. En hij gaat terug. Ja. Zet hem maar terug. Ja. Ik zit nog wel een beetje terug. Zo wel altijd. Echt mooi vis. Zo, lekker hoor. De diepte in. Hupje game. We zijn even naar het kanaal verhuisd, een stukje verderop en dobbers uitgegooid, doodaas uitgegooid en ga ook hier even met de chat tikken. Nou, een klein snoepie. Klapt er mooi op. Probeer het setje. Hebben we even een uurtje geen actie gehad. Daar had nog een baars gevangen net. En het stond op de brug. Beuk erop met een kleine snoepie. Mooie sport op zo'n klein engeltje. Even onthaken. Zo, en dan... Hoe heb je dat setje gekregen? Nou, vandaan hè. Gaat hij weer zwemmen. Lekker. Lekker de pingels. Nou, dit is het einde van de video. We hebben allebei in de ochtend wel goed met dodaas gevist en later op de dag, nou, we hadden twee snoekjes gevangen met dodaas. Later op de dag wou het niet meer echt lukken met dodaas, dus ik dacht maar even een spinnengeltje bij pakken. Nou, wat baars gevangen, wat snoekjes gevangen. Allebei onze PR snoekbaars gevangen, dus dat is ook wel leuk.
Dus heb je nou genoten van deze video, geef een blauw duimpje omhoog. Abonneer even, geef een reactie en dan zien we jullie weer later.